Hallo lieve leuke mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van No Limits 2. En ik heb natuurlijk weer ontzettend leuke gave ideeën, want we gaan natuurlijk weer 3 achtbanen gaan bereiden als patiënt. En vorige keer had in mijn ogen de Ghost Shark gewonnen. En nu gaan we dus weer 3 andere achtbanen doen. En ik zie bij een van die achtbanen zelfs een icoontje staan. Leuk, de Frostbite. Maar eerst beginnen we met de Lightning. En er staat een Small Intermin Blitz inspired by Cheat Hunt en Stormrunner. Ik ben benieuwd, dus na het intro gaan we heerlijk zitten in de Lightning. Okay, people, let's go to work. En als ik denk aan lightning, dan denk ik aan leuke, vrolijke kleuren. Nou, ik zie het al, lightning, weet je wel. Echt een bliksemschicht, weet je wel. Een afschietbaan, dat klopt wel een beetje bij de naam. Ik vind het gaaf. En worden, als het goed is, afgeschoten. 3, 2, 1, 0! Afschietachtbanen ben ik heel erg dol op, maar de vorige die we zagen was niet zo cool. Door de rare bochten. Oké. Okay. Ziet er tot nu toe heel leuk uit. Leuke omgeving, die dennenbomen. Wow, oké. Okay. Worden weer afgeschoten. Apart. Ik vind hem wel een beetje simpel, als ik nu eerlijk ben hoor. Dan ben ik wel streng misschien, maar ik vind hem nog een klein beetje simpel. Oké, nou dat was hem. Een kleine compacte coaster. Is wel leuk dat je wordt afgeschoten, maar het is een beetje simpel. Ik vind de layout wel op zich wel heel leuk gedaan. Nou, de lightning is niet echt mijn ding. Dus ik ga heel snel naar de volgende achtbaan. Maar als jij hem gevet vindt, plaats dan zeker een leuke comment erover. De volgende die we doen is Expedition Elevate. Expedition Elevate. En ik kan me niet voorstellen dat de achtbaan dit zou worden. Ik hoop in ieder geval niet op een hangende achtbaan, want die zien we echt heel vaak. En niet dat het me strot uitkomt, maar ja, je hebt toch met ik weet niet. Je kan leuke dingen doen met hangende achtbanen, maar je kan ook gewoon leuke dingen doen met zittende achtbanen. Ja, je weet wat ik bedoel, zoals deze. Nou, dat is perfect zo. Leuke karretjes, hebben we een lang karretje. We gaan ook lekker flink omhoog en weer, ja, een beetje wit-grijs met rode achtbaan. We zien heel vaak rode achtbanen trouwens. We hebben leuk veel karretjes. En als ik een beetje om me heen kijk, zie ik een beetje, best wel een aardige coaster als ik het daar zo zie. Sowieso ziet het er al 10 keer beter uit dan de vorige achtbaan die we hebben gedaan. En bovenop, voorop de achtbaan staat zelfs No Limits dikke reclame. Zie je dat? Nou, ik ben benieuwd. Flinke daling? Zo. Damn, een beetje een giga-achtbaan idee. Goliath-achtig. Wee! Ik wil een beetje naar je fun maken natuurlijk. Een beetje naar je fun maken hier. Ik vind dit een behoorlijke vette coaster, jongens. Lekker vaartje erin. Mooie bochten. Lekker soepel. Leuke ondersteuningen. Oh, nice. Zo, je gaat er helemaal onderdoor, joh. Wat gaaf. Leuk dat dat weer terugkomt, die bocht. Kijk hoe het einde wordt gedaan. Oh, heel vet. Ook door die ondersteuningen door. Dat vond ik echt heel vet. Oké, nu gaat hij naar het einde toe. Ik vind dit echt een ontzettend mooie coaster. Misschien ben ik wel raar van mening, maar ik vond dit een hele leuke, compacte, simpele achtbaan. Misschien op het einde had hij misschien nog een leuk bochtenwerk kunnen doen. Maar misschien werd het ook wel een beetje te veel van het goede. Ik vind dit een ontzettend mooie achtbaan. En ik zou het niet erg vinden als deze in mijn achtertuin komt te staan. Nou, de volgende achtbaan, de laatste achtbaan die we alweer gaan doen. En ik weet bijna al zeker dat de Expedition Elevate bijna niet te overtreffen is door de Frostbite. Maar wie weet is de Frostbite wel 10 keer beter. Net als de vorige aflevering dat we de laatste achtbaan ineens van wow, wat is dit? En dit is een Shutterwood. Een custom junior coaster, denk ik. Frostbite, leuk fotootje, wat leuk. Nou ben ik wel heel erg benieuwd of dit park de tweede achtbaan kan overtreffen. Want ik ben eigenlijk nu al bijna keihard verliefd op de tweede achtbaan. Ik ben benieuwd. Hij laat heel snel in. Dat betekent dat het niet heel veel heel groot map is.
Het is een kinderachtbaan. En het sneeuwt buiten zelfs, wat gaaf. En zelfs een reuzenrad. Oké, dat wordt weer zo'n moeilijke keus. Weet je wel, zo'n fase dat je... Ik zit nou in zo'n moeilijke vak. Lastig pakket. Ja. Dit vind ik echt ontzettend gaaf. Het einde wel een beetje triest met dat hout, maar wel heel leuk gedaan. En twee leuke... Oh, er gaat nog een achtbaantje daar. Wat leuk, er gaat nog een mini-achtbaantje. Oké, als het lukt gaan we daar ook nog even in. Oh jee, ik vind dit ook heel vet, jongens. Ik zeg je eerlijk, ik vind het super. Oh, dat wordt echt pittig, jongens. Hoe kan ik hier een keuze op maken, in vredesnaam? Oh jee, jongens. Ja, oké. Het is, ik weet het is een junior coaster. En hij is niet groot en compact. Maar ik vind gewoon de hele settings vind ik zo cool. Kunnen we hier niet in nog? Even kijken hoor. Ja, we kunnen hier ook in. Oké, ik ga op de tweede plek zitten. Ik weet niet waarom. Maar ik ga niet vooraan. Wauw, ik vind het wel echt heel gaaf gedaan. Vooral met het reuzenrad en zo. Het maakt het echt wel heel erg af. En het schommelschip zelf. Die heb ik niet eens gezien, joh. Nou, daar gaan we, jongens. Oh, tegen mijn buik aan. Dit hoort bij deze hele achtbaan, hè? Het hele park. Maar ik vind dat jullie in de comments moeten bepalen welke rollercoaster naar de volgende reeks gaat. De finale, zeg maar. De finales. We houden natuurlijk één vette coaster over uiteindelijk. Maar jullie gaan bepalen welke achtbaan gaat winnen. De tweede of de derde. Of misschien wel de eerste zelfs. Laat het weten in de comments. Oh jee, haalt het ook maar net door deze achtbaan. Wat een cutie. Dit is echt een cutie achtbaan. Kijk hoe leuke layout ook voor zo'n kinderachtbaan. Dit vind ik echt heel strak gedaan. Ja, ik weet dat het... Kan je hier nog inzitten? Oh, je kan je zelfs ook nog inzitten, joh. Oh, dat is wel stoer. Dan kunnen we ook in dat ding zitten. Gewoon random. Even kijken hoor. Oh, ik heb wat verkeerd gedaan. Ja, we kunnen erin. Wee! Ja, kijk, ik vind het ook heel vet. Maar ja, als je kijkt naar achtbanen layouts, dan vind ik de tweede toch heel goed, weet je. Maar deze ziet er ook wel... Dit zie ik gewoon over het algemeen. Is het niet eerlijk tegenover... De rest van de achtbaan. Ik bedoel, dit is een klein park. En het is lastig, jongens. Het is lastig. Weet je wat ik doe? Ik doe gewoon gek. Ik doe zelf gewoon achtbaan 2 en dit park in de finale. Uiteindelijk houden we één ding over, maar het is even lastig. Maar dan, zeg maar, we krijgen verschillende meningen in de comments. Dat weet ik nu al. Maar laat toch maar even weten, want ik ga in de comments lezen, welke achtbaan jullie leuker vinden in deze aflevering. Het is even een moeilijke beslissing. Ik weet het, maar even doorbijten, jongens. Ah!